Nou, dat is wel. Ik kom oorspronkelijk uit het zuiden van het land, dat is misschien wel te horen. Ik woon sinds 2009 in Rotterdam. En iedere keer wanneer ik de Brienoord overrijd vanuit het zuiden, dan denk ik van ja, het is ook wel een beetje mijn stadje. Dus ik wilde eigenlijk ook wel een leuk aandenken aan Rotterdam. Linda Post maakt bankjes van de oude trappen van de Fietsenmaastunnel. En dat ging niet geheel onopgemerkt. De eerste partij zijn 120 bankjes. Die waren binnen een paar uur al uitverkocht. Dus ja, het liep echt storm. En inmiddels hebben we een aardig grote wachtlijst van wel echt een paar honderd mensen die allemaal nog heel erg hopen op dat er ook een bankje voor hun beschikbaar komt. Ik merk dat heel veel Rotterdammers heel graag een stukje Rotterdam bij hun thuis willen. Dus enigszins had ik het wel verwacht, omdat dit gewoon een heel groot en gaaf icoon is waar heel veel mensen een verhaal bij hebben. Eén grappig verhaal dat ik heb meegemaakt in Maastunnel was dat ik op een gegeven moment terugkwam van mijn werk. En op Zuid omhoog ging met de trap en daar een vriend tegenkwam die ik echt al 15 jaar niet meer gezien had. Dus dat was wel even grappig. Dus toen hebben we meteen een afspraak gemaakt om een biertje te gaan drinken ergens in Rotterdam. Ook Linda hoort heel veel mooie verhalen. Maar er was er één die haar voor altijd bij zal blijven. Wat ik eigenlijk ook wel heel bijzonder vind was dat ik een mail kreeg van een vrouw. En zij bleek de kleindochter te zijn van een van de drie jongetjes die de Maastunnel heeft geopend. Dus dat is wel heel bijzonder als diegene zo'n speciaal stukje Rotterdam in huis krijgt. Ja, we hebben een aantal materialen hebben we klaar liggen. Sowieso op de werkplaats ligt er wat. Als je een beetje die kant op kijkt, ligt daar rood staal. Nou, het rode staal, dat kan eigenlijk maar één ding zijn. En dat is de Willemsbrug. Dat is wel een erg leuk project. Wat we daar precies van gaan maken, dat is nog de vraag. Hebben we natuurlijk wel wat ideeën, maar dat wordt allemaal nog uitgewerkt. Dat is een project voor 2018. En boven ligt nog meer. We hebben genoeg materiaal om nog wat hele mooie dingen te gaan maken komend jaar.